Teus, van harte welkom. Zomervisite 2014, ik heb je uitgenodigd voor dit programma, want je bent inmiddels ook een markante type. Dat mogen we best wel stellen. Import, zoals dat heet. Je komt van oorsprong uit Gorinchem. Gorinchem. Van waar de stap naar Tiel? Wij hebben altijd in Gorinchem gewoond. En we hebben diverse eigen bedrijven gehad. En ook in loondienst gewerkt heel lang. Mijn geboorteplaats. Wat heb je gedaan? Ik heb na de middelbare school ben ik uiteindelijk terechtgekomen in het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem. Ben ik plaatsvervangend diensthoofd geworden, de instrumentele afdeling opgezet. Beatrix ziekenhuis was in die tijd een streekziekenhuis en ze wilden daar een algemeen ziekenhuis voor maken. Betekent nieuwbouw plegen, betekent heel veel nieuwe specialismen in huis halen. En ik had de taak om dat medisch-technisch gezien mee op te zetten, mee te begeleiden. Dat heeft geresulteerd dat ik allerlei opleidingen heb moeten doen voordat je dan zover bent. En in 1979 daar begonnen. In 1984 heb ik een start gemaakt met de instrumentele afdeling. Dat is een hele andere tak van sport als waar de meeste Tielenaren over kennen. Dat is namelijk als eigenaar, mede-eigenaar van de Hexagon. Van de horecabaas. Ja. Daar zit natuurlijk een groot gat in, of niet? Daar zit wel ergens een overlap, halverwege mijn verhaal, als ik dat nog eventjes af mag maken. Mm-hmm. In 1985 kwam de eerste cardioloog in dienst van het Beatrix ziekenhuis. En is het dan zo'n medisch technicus gelegen om mee te werken aan hartkatheterisaties en pacemaker implantaties. Nou, dat is allemaal gebeurd. In 1988 eerste fase opgeleverd van het Beatrix ziekenhuis. In 1990 de tweede fase, toen konden we echt hartkatheteriseren. En van het een komt het ander. Je komt op een leeftijd dat je ook wel eens een keer iets anders wil gaan doen. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd dat we in 1990 een eerste kleine slijterij zijn begonnen. Mm-hmm. Daar komt de drank om de hoek kijken. Ik heb iets met drank schijnbaar. Duidelijk. En in 1993, ik werkte nog steeds in het ziekenhuis tot 1995. In 1993 zijn we naar Gorinchem Oost verhuisd. Dat is een nieuwbouwwijk, 3000 woningen. 14 winkels in het nieuwbouwwinkelcentrum. Die overstap die is eigenlijk prima gegaan. In 1995 ben ik weggegaan uit het Beatrix ziekenhuis. Toen was die combinatie niet meer te maken, neem ik aan. Dat is niet meer te maken, nee. En het Beatrix ziekenhuis ging steeds vergroten. En ik was ook plaatsvervangend diensthoofd. En wat er dan op een gegeven moment gebeurt, is... We hebben het Lingen ziekenhuis in Leerdam overgenomen. We hebben het zieke gasthuis in Gorinchem overgenomen. Er kwamen allemaal technische diensten en hoofden van technische diensten kwamen er allemaal bij. Ja, en wij hadden toen een goedlopende slijterij. En zijn we in overeenstemming uit elkaar gegaan. En dat gaf mij de mogelijkheid om weer een tweede slijterij te openen. En dat heb ik. De eerste was in Gorinchem Oost en de tweede was in Gorinchem West, overigens vlakbij het ziekenhuis. Mm-hmm. En daar hebben wij goed zaken gedaan. In 1997. In die tijd was er nog genoeg geld te verdienen met een slijterij? Dat was in die tijd. Ja, dat is weer hoor. Dat is best wel weer. Maar je moet je wel specialiseren. Je moet niet een standaard slijterij zijn, want dan werkt dat weer niet. De winstmarges waren toen heel erg laag, dus je moet een enorme omzet draaien om het hoofd boven water te houden. Ja. Toen hebben wij in 1997, we hadden 3 kinderen op de middelbare school inmiddels. In 1997 hebben we alles verkocht. We wilden wat meer tijd gaan besteden aan onze kinderen. Nou, vanuit mijn technische kennis en ook vanwege het feit dat ik vroeger in het Beatrix ziekenhuis les heb gegeven aan verpleging in opleiding, die mm-hmm. wij intern in opleiding hadden. Ja, want dat zit ook in jouw bloed, hè? Lesgeven. Ja, lesgeven. Komt later ook nog. Ja, komt nu eigenlijk aan bod. Slijterijen weg, medisch-technische kant weg. Mijn ervaring met lesgeven had ik ook. Ik denk, ik meld me eens aan bij mijn oude MTS in Dordrecht. Nou, en die hadden daar wel oren naar. Dan ben ik een paar weken later ben ik daar begonnen. Zomaar in een part-time baan, avond MTS. Elektrotechniek heb ik gedaan. Nou, dan is de bedoeling dat je ook je onderwijsbevoegdheid gaat halen. En dat is ook allemaal gelukt. Inmiddels na 2 jaar had ik een fulltime baan. En dat ging eigenlijk allemaal prima. Gorinchem een dependance, later een complete nieuwbouw van het Da Vinci College praat ik over.
En ja, zo is dat allemaal gegroeid. Dan ben je 7 jaar verder in het onderwijs en dan zie je een advertentie staan. En gezocht een partners-echtpaar voor een dorpshuis in Hardingsveld, Giessendam. Ook in de buurt van Gorinchem? Dat is 10 kilometer van Gorinchem vandaan. Daar hebben we op geschreven en wij zijn dat uiteindelijk geworden. Dan kun je eigenlijk stellen dat het avontuur, dat lokt je. Ja, ik wil nieuwe initiatieven, nieuwe dingen. Ik wil wel steeds een nieuwe uitdaging hebben. Ja, een jaar of 6 of 8. Beatrix heb ik toen 16 jaar gezeten. Was denk ik veel te lang geweest voor mij. Maar goed, in de breedte. Er kwamen ook steeds nieuwe uitdagingen tijdens dat dienstverband. Mm-hmm. Dus ik nog steeds in het onderwijs. Dat dorpshuis, een slapend dorpshuis, moesten we een beetje wakker schudden. Dat is ons gelukkig ook allemaal gelukt. En toen na een jaar of 3 zeg ik tegen Roos, mijn vrouw, zeg ik van, ik kom helemaal in de zaak. Ik stop met het onderwijs. En wat wil nou het feit? Het dorpshuis hebben wij goed geëxporteerd in die tijd. We moesten dat pachten. Het was onze zaak, onze eigen zaak, niet in loondienst. En dan komt er een wethouder die zegt van, wat jullie doen, dat mag helemaal niet. Wij pachten het van een stichting. Die stichting die was weer door de gemeente geïnstalleerd, zeg maar. Waarom mocht dat niet? Omdat jullie commerciële uitbuiten of zo? En voor ons was dat ook al hoor. Er zat ook al een commerciële uitbater in. Die heeft er toen 12,5 jaar in gezeten. Daarvoor zelfs ook nog voor kortere tijd wat andere mensen. Kortom, de gemeente... Het bestemmingsplan gaf het niet aan, commercieel. En er stond in het bestemmingsplan... Was daar geen mouw aan te passen op een andere cultureel. Nee, dat is niet gelukt. Want wij hadden 6-wekelijkse vergaderingen met de stichting. En die kwamen toen met dat verhaal. We hebben een brief geschreven naar de gemeente. Er was gewoon geen mouw aan te passen. Zij stelden gewoon, een uur voor tot een uur na een activiteit mag je open zijn. En de rest moet je sluiten. Terwijl dat gewoon 35 jaar niet was daar. Want wij hebben nog het 35-jarig. Was dat een nieuwe wethouder die de regels wilde toepassen? Of vond hij jou niet leuk? Of wat was het idee daarachter? Wellicht, er zijn meer mensen die mij niet zo leuk vinden. Ja, maar goed. Dus dat had daar ook best heeft natuurlijk alles te maken dat je een mening hebt. En als je een mening hebt, duidelijk. Dan steek je boven het maaiveld uit. En dan kom je wel eens mensen tegen die je niet leuk vinden. Ja. Nee, dat is zeker waar. Nou, wij hebben van het slapende dorpshuis hebben wij een prachtig mooi bedrijf. Zou een gemeente blij mee moeten zijn? Daar was de gemeente denk ik ook blij mee. Maar ja, als ambtenaren ken je. Als die de regeltjes echt gaan hanteren, dan blijft er gewoon niks over. Hoe is het nu met dat dorpshuis trouwens? Dat is, uiteindelijk is daar een soort buurthuis is dat geworden. Waarin een commerciële uitbater onder de regels die ons toen verplicht werden om het op die manier te doen, zeg maar de horeca te bedrijven. En dat dorpshuis mag de zalen verhuren en heeft daar... Dat buurthuis heeft hun eigen activiteiten daarin. Ja, okay. Dat is een dorpshuis van 1000 vierkante meter. Dat is groot. Ja, dat is best groot. Wij hebben daar op een gegeven moment op een avond, kan ik me nog herinneren, hadden wij 12 mensen lopen. Ja. Een diner van 160 man. Een afscheid van iemand in een tweede zaal. De foyer die iedere dag open was om 12 uur 's middags. Maar heel vervelend is eigenlijk geëindigd daar. Wij zijn daar niet prettig geëindigd. Nee, wij hebben daar heel veel geld in gestoken. Ja, begrijp ik. We hadden van die grote zalen hebben we licht- en geluidinstallaties neergezet. En in andere zalen hebben we daar goed aangepakt. En dat is uiteindelijk niet goed gegaan. En ik was mijn baan in het onderwijs inmiddels kwijt. Want die had ik daar... Ja, dat is stap gemaakt. Die had ik daar even ervoor opgezet. Maar goed, van Gorinchem gaan we naar ineens Tiel. Dan ga je zoeken. Ja. Eigenlijk waren we eerst in Brabant bezig. Daar is ook alles te koop. Maar het belangrijkste is het verhaal achter een verkoop van een horecabedrijf. Want Roos zeker, die wilde met de horeca verder. En die, als je achter al die verhalen komt, dan is het allemaal niet zo prettig. En dat kan van alles zijn. Hè. Dat kan zijn dat het in een verkeerde buurt ligt, een verkeerde klandizie hebt. Noem het allemaal maar op. En uiteindelijk komen we in Tiel terecht. Eerst in de oude Roskam zijn we bezig kijken met een vertegenwoordiger van de makelaar en een vertegenwoordiger van de bierleverancier. Ja. Tegenwoordig een pannenkoekenrestaurant. Tegenwoordig een pannenkoekenrestaurant sinds kort. Ja. Die het overigens heel leuk doet hoor. Maar er moest zoveel aan gebeuren. En het stond al jaren leeg. En boven was het inmiddels omgebouwd tot een paar logeerkamers voor
buitenlandse arbeiders, neem ik aan. Maar goed, het was wel leeg. Het werd leeg opgeleverd, maar er moest van alles aan gebeuren. Ik zeg, joh, dat gaan we gewoon niet redden op deze manier. Dan praat je over zoveel geld en zoveel tijd ook om dat te doen. Toen kwam je bij de Hexagon op de Korenbeursplein. En wij lopen eruit. Hij zei, ik heb nog wat. Toen komen wij bij het Hof van Tiel op het Korenbeursplein. En eigenlijk zag dat en ziet dat er nog steeds hetzelfde uit. En ik draai hem om. Ik denk, hé, dit pandje heb ik al eens eerder gezien bij een makelaar. Ik zeg, joh. Hij zei, ja, maar dat is niet bij ons. Zei die makelaar die bij ons was. Was dat liefde op het eerste gezicht? Ik ben daarmee bezig geweest, maar er werd toen een hele hoge prijs voor gevraagd. En we zijn daarmee verder gegaan. En dan uiteindelijk vraag je omzetcijfers. Ja, en dan zie je eigenlijk dat het de vraagprijs niet waard is. Dus dat heeft geresulteerd in wat heen en weer onderhandelingen. En uiteindelijk konden wij het overnemen voor een bepaalde prijs. Nou, fris er tegenaan. Oktober handtekening gezet dat we per april dat over zouden nemen. 26 maart is dat geworden, 2009. En we gaan er tegenaan. Dus wij doen een hele kleine aanpassing intern. En ja, zo energiek als dat wij zijn, hebben we de boel goed op poten gezet. Ja, de kroeg loopt goed, hè? Als ik al binnen mag zeggen, kroeg. Ja. Maar Tiel moest Ik zeg altijd, ik heb geen kroeg. Ik heb een horecabedrijf. Dat is het verschil tussen een kroeg... Een horecabedrijf, goed houden. Hou het daarbij thuis. En toen moest Teus Tiel gaan kennen en Tiel moest Teus gaan kennen. Ja. In het begin hadden wij wat advertenties neergezet in de krant en wat stukken in de krant. En toen waren ze al bang. Wij houden heel veel van open podia. Ja. Wij willen de mensen zichzelf laten presenteren. Ik kan me nog herinneren, was best wel een schokgolf, hè? Dat was een aardige schokgolf, want ze denken, joh, wat is dit? Een Nederlandstalige kroeg gaat het worden. Karaoke en dat soort woorden deden zich eronder. Maar dat hoorde ik pas later. Want het was per se niet onze bedoeling om dat soort woorden te bezigen. Nederlandstalige tent. En wij waren al heel breed georiënteerd op de live muziek eigenlijk. En dat was een van onze dingen. Zo'n open podium. En die live muziek, dan kom ik in Tiel. En daar bestonden in die tijd herriedagen. En tegenwoordig heette dat dan muziekdagen. Maar die herriedagen, daar waren er 12 in een heel jaar, dus eens per maand, tot 12 uur 's avonds. Kun je niet zo heel veel mee, hè? Daar kunnen wij niet zoveel mee, nee. Want Tiel is van oudsher eigenlijk bekend met hun nachtvergunningen. Mensen gaan laat op stap, tot diep in de nacht. Dus die komen om 10:30 binnen en anderhalf uur tijd moet je een band terugverdienen, dus dat werkte niet. Nou, dan klim je... Op de barricade? Ja, dan op de barricade, je klimt in de pen en dan, dan probeer je het een en ander geregeld te krijgen. Dat is allemaal heel aardig gelukt. Uiteindelijk heette het dan ook muziekdagen. Ja, vanuit de gemeente heb je het idee dat je best wel medewerking krijgt? Ja, ja. Nee, dat is heel duidelijk. Kost altijd even tijd. En een mooie manier is om ook een proefjaar in te stellen. De laatste keer duurde een proefjaar wel 3 jaren. Maar goed, dat even terzijde. In die periode mag je natuurlijk wel op de nieuwe manier. Als buitenstaander, hè? Je bent weliswaar een Tielenaar, maar als buitenstaander relatief nieuw in Tiel. Kijk naar die horecavereniging in Tiel. Van oudsher gunde men elkaar het licht niet in de ogen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik ben daar secretaris van geworden. Gevraagd door Richard van Baal, de penningmeester. De voorzitter is de eigenaar van de markt, hè? Eigenaar van de markt, die op het plein is. En Wij zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen dat we aan een doodpaard zitten te trekken. Maar hoe komt dat dan? Ja, er is gewoon heel weinig belangstelling vanuit de horeca zelf. En hoe dat komt, ik heb echt geen idee. We hebben mensen persoonlijk benaderd, we hebben alle horeca met brieven benaderd. We hebben eens een keer een vergadering belegd waarin we alle horeca hebben uitgenodigd. En er komt gewoon helemaal niemand op af. Richard van Baal is eigenlijk zijn idee. Maar joh, weet je wat, kunnen wij niet bijschuiven gewoon bij Hart van Tiel. Ja. En daar zijn we nu mee bezig. We gaan, ik denk dat het september wordt, gaan we alle horeca, de leden, eigenlijk de oud-leden van de horeca, die gaan we benaderen. En we gaan in overleg met hun dat voorstel doen om de horecavereniging op te heffen. Maar wel al 1 of 2 vertegenwoordigers, en dat zou Richard of ik kunnen zijn, dat in overleg met de leden van de vereniging. Kortom, goede ontwikkeling. Ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. En dan blijft het geld, dan bestaat de horecavereniging niet meer, maar dan blijft het geld bij de Hart van Tiel. Er hoeven geen begrotingen meer gemaakt te worden. Er zijn aanspreekpunten voor de horeca
weliswaar binnen Hart van Tiel, maar dat zijn mensen die dan ook weer zakendeskundig zijn. Ja. Dus dat is klinkt goed. Dat is een goede ontwikkeling. Als je kijkt naar Tiel als horecastad, zie je verschuivingen? Ik denk dat het wel steeds beter wordt. Mede door de gemeente die kwaliteit ook wel hoog in het vaandel heeft staan. Niet zozeer dat ze daarin kunnen sturen. Maar wat je wel ziet, is dat de zachte horeca heel rustig aan wat meer gaat worden in verhouding met de totale horeca. Het aantal cafés, barretjes, dat wordt gemiddeld minder. Waar ik nog wel zorgen over heb, is het oorspronkelijke beleid om van het plein een dermate horeca concentratiegebied te maken dat alle detailhandel die daar is, als die stopt, dat de horeca in moet. Ik denk dat dat een beetje overdun raakt. Krijg je wel heel veel. Dan krijg je daar enorm veel. Ja, er is dan net een tapijtzaak. Maar goed, in Tilburg bijvoorbeeld heb je ook van die horeca straten. Ja, daar kan het ook. Ja, dat klopt. Maar er komen niet meer mensen bij, ook in Tiel. Nee. Dus aan de ene kant is dat wat lastig, want dan wordt de spoeling erg dun. Ik denk ook dat we nu echt op de grens zitten. Ik heb dat ooit wel eens aangegeven, ook naar de gemeente toe. Ik denk dat de spoeling erg dun wordt. Aan de andere kant hopen we wel, met heel veel activiteiten, evenementen die in de stad plaasvinden, om daar toch wat mensen van buiten af te trekken. Dan sta je inmiddels bekend als een man met visie, ook als het gaat om horeca en plannen. Af en toe dan trek je nog eens een keer van leren op je eigen Facebookpagina als je het ergens niet mee eens bent. Wat ook weer genuanceerd, allemaal prima. Merk je daar ook tegenstand van mensen? Waar hoor ik dat? Nou, gewoon in zijn algemeenheid. Je bent een man die zegt wat hij vindt. Ja? Ja, ik vind ook dat ik dat recht heb. Natuurlijk heeft hij Ik ben een ras-echte VVD'er. Ja. Maar ik ben ook verantwoordelijk voor mijn uitlatingen. Ja, want je bent ook politiek betrokken, hè, bij de VVD in Tiel. Je hebt op de lijst gestaan. Ja, dat klopt. Dan krijg je wel wat weerstand. Waarom stond je op die lijst? Was dat om dingen om het verschil te maken of om erbij te zijn? Wat was jouw motivatie? Ja, ik denk om erbij te zijn. Ik denk dat mijn grootste motivatie is. En ik wil voor Tiel en Bruinsens een stap maken. En als je heel dicht... als je goed betrokken wil zijn, moet je heel dicht bij het vuur zitten. En ja, dat is dan zo als je daar en op de lijst staat en mensen je kennen en een aanspreekpunt. En ik ben dus al secretaris van de horecavereniging Tiel, maar ik ben ook nog eens een keer voorzitter van het Korenbeursplein. Waar we met vier horecaondernemingen hele leuke dingen doen op dit moment. Zeker afgelopen jaar zijn er leuke dingen gedaan. Nou, heb jij onlangs aangekondigd dat je zaak gaat verkopen? Ja. Hoe moeten we dat zien? Zoals het is. Ja, ik zoek weer een nieuwe uitdaging. We hebben gelukkig kort geleden een nieuwe contract afgesloten. We zijn van de bierbrouwer, die was tussenhuurder. Ik huur nu direct van de pandeigenaar. En dat betekent ook dat ik vrij ben om ieder biermerk te hebben. We hebben daar wel nieuwe niet eens afspraken over, want dat gaat tegenwoordig niet meer zo. Mm-hmm. Vroeger ging dat wel zo. Maar we hebben hele mooie afspraken gemaakt met een bepaald biermerk. Dat levert gewoon een goed rendement op inmiddels. Nou, er staat inmiddels een goede zaak ter overname. Ja, ja. Maar wat gaan Roos en Teus dan doen? Ik neem aan dat ze in Tiel blijven. Dat is ook nog niet eens zeker. Roos die zal zeker... Even iets anders, een zijspoor, daar hebben we het nog niet over gehad. Je hebt het al gezegd, met mechanische muziek bezig en van alles en nog wat. Woodstock aan de Waal, daar ben jij de initiator van. Ja. Nou, ook daar ben ik weer voorzitter van. Ik zit in alles, joh. Ik organiseer van alles, ik doe van alles. Ja, Woodstock aan de Waal hebben we net voor de vierde keer gehad. Geweldig. Ook een succes, leuk. Ook weer een succes, ja. Maar als je uit Tiel gaat, hoe zie je dat zelf? Ja, maar goed, neem ik aan. Ja, de organisatie die bestaat nog steeds. Het is de Stichting Match en een onderdeel van de Stichting Match, tot op heden nog steeds het enige onderdeel van de Stichting Match, is Woodstock aan de Waal. Maar de Stichting Match die staat bijvoorbeeld, of die staat voor MA, muziekavontuur, T van toerisme, C cultuur en H historie. Dus wij willen... Veel verder uitbouwen. Ja, en dat was ooit mijn bedoeling. Ik wil gewoon ieder jaar een paar podia hebben waar thematisch muziek gemaakt wordt. Bijvoorbeeld jazz door de stad heen, blues, rock and roll, noem maar op. Dat was uiteindelijk mijn bedoeling. Ja, of dat ik dat nu allemaal nog ga redden. Voorlopig staat Woodstock aan de Waal als een huis. Ja, prachtige mooie mensen om me heen. Met ongeveer 50 mensen doen we dat ieder jaar. Leuk, ja. Ja.
En de voorzienende behoefte, hartstikke druk, ja, en leuk, het is, gezellig. Het is mooi. En dit jaar voor de eerste keer alleen maar zon gaat. Ja. We altijd 1 of 2 dagen echt. Ja, dat hoort bij Woodstock. Dat hoort officieel wel bij Woodstock. Maar, maar goed, wel leuk, aangegeven dus van, nou, die zaken die gaan we verkopen. Dan zijn er ongetwijfeld plannen. Wij hebben nog geen plannen. De zaak is over 1 jaar te koop. En, waarom pas over 1 jaar? Dan ben ik 63. We hebben vorig jaar iets geprobeerd. Dat is niet gelukt. In Gorinchem overigens, is niet gelukt. Wat was dat? Daar hebben we een discotheek over genomen en daar wilde ik eigenlijk een jazz- en een blues muziekcafé van maken. Okay. Een hele moeilijke tijd. Ja, dat was een moeilijke tijd. En ja, daar zit ook een verhaal aan. Maar goed, dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt. Ja, dat gebeurt wel eens een keer. Tuurlijk, niet geschoten, altijd mis. Ja, en anders blijf je altijd met de gedachte zitten, had ik maar, weet je. Ben je nou van Tiel gaan houden? Ik ben gedeeltelijk van Tiel gaan houden. Ik vind Tiel een mooie stad. Van de mooie mensen ben ik gaan houden. En ja, die zie ik eigenlijk dagelijks, zo niet wekelijks, bij ons in het café. En dat geeft mij ook de inspiratie om met die mensen heel veel dingen te doen. Ja. Nou, jullie gaan stoppen. Dat vind ik op zich een verlies. Want men kan zeggen van het echtpaar verduin wat men wil. Maar er gebeurt wel wat en er is reuring. Dus hopelijk dat jullie voor Tiel behouden blijven. Ja, nou ja, het is niets is zeker. En over 1 jaar komt het te koop. En we zijn daar. We hebben daar natuurlijk ook iets voor staan. Het moet het dat opleveren. En volgend jaar, luister, ik lijk wel een jongen vind, maar volgend jaar ben ik ook 63. En tuurlijk. Dan wordt het ook eens een keer tijd om. Maar goed, om het gaat natuurlijk wel waar het niet gaan kan. Tuurlijk. Dus het zal toch ergens nog wel in de horeca blijven, actief blijven. Als ik gezond blijf, dan is niets onmogelijk. Wat ik nog wel wil doen, is een stukje wat ik in het onderwijs geleerd heb. En een stukje medische techniek. Om een leerboek te schrijven, medische techniek voor het mbo. Okay. Dat zit nog heel veel. Ik denk als ik echt niks meer te doen heb, dat ik daaraan ga beginnen. En dat is iets wat, als ik gezond blijf nogmaals, dan hoop ik dat ik dat ooit nog eens uit kan brengen. Ja. Plannen genoeg dus, mooi. Ja, nog steeds. Mag ik je danken voor het gesprek? Dankjewel.